De Revit Lombard 3 is de opvolger van de succesvolle Lombard 2. Dezelfde bescherming, maar wel met meer stretch, waardoor je nog meer comfort hebt. Ik ben Marjolein van MKC Moto en in deze review ga ik jullie alles vertellen over de Revit Lombard 3 beschikbaar bij MKC Moto. De Revit Lombard 3 is een broek speciaal ontwikkeld voor de urban motorrijder. Dat wil zeggen dat je deze broek prima kan combineren met je urban outfit, bijvoorbeeld een leren motorjas en een set motorsneakers. De bedoeling is dat op het moment dat je van de motor afstapt, dat eigenlijk niemand ziet dat jij een motoroutfit aan hebt. De broek is niet waterdicht en juist daardoor ideaal geschikt voor de zomerse seizoenen. Nou, omdat hij dus niet waterdicht is, ventileert hij wel heel goed. Dus ook tijdens de warmere dagen heb je gewoon echt een prima broek, omdat hij gewoon ook voldoende verkoeling biedt. En wanneer we gaan kijken naar de veiligheid van deze broek, dan is er bij de nieuwe broeken van Revit iets toegevoegd, waardoor je het van de buitenkant ook kan zien hoe goed hij beschermd is. Nou, dat hebben ze gedaan door aan de hand van buttons te werken. We zien hier button met het Revit logo erop en ze werken aan de hand van kleuren. Nou, zwart is het echt het instapmodel en rood is de hoogste certificering die je kan verwachten van een jeans. Nou, dit is een blauwe button, wil zeggen dat het er tussenin zit. Het is een AA certificering en dat geeft dus de mate aan van bescherming. Nou, de bescherming dat, houdt in dat hij aan de binnenkant voorzien is van protectoren en dat hij door de jeansstof heen verweven is met Cordura. Nou, Cordura heeft het eigenschap dat het wel gewoon voldoende stretch heeft. Dus de broek die biedt wel gewoon het comfort wat je van een jeans kan verwachten, maar het is tegelijkertijd ook heel slijtvast. Dus mocht je komen te vallen, dan weet je zeker dat deze gehele broek je beschermt tegen eventuele slijtage. Wanneer we aan de binnenkant van de broek gaan kijken, dan kunnen we zien dat hij ook nog eens op de kritische delen extra beschermd is met valprotectie. De kritische delen, dat wil zeggen de plekken waar de meeste druk komt mocht je komen te vallen. Nou, dat is in de eerste plaats je knieën. Er zit een knieprotector in van C-Smart. Nou, C-Smart kennen we ook al van de vorige broeken. Het is heel flexibel, dun materiaal, biedt wel een hele hoge bescherming. Maar in de nieuwe broeken is de C-Smart voorgevormd. Waar voorheen de protectoren plat waren, zit er nu echt een model in. Dus hij valt heel mooi om je knieën heen. Nou, buiten dat het fijner zit, is het ook nog eens voordelig dat je het minder ziet aan de buitenkant. Dus je ziet vanaf de buitenkant niet dat de protectoren in de broek zitten. Nou, deze knieprotectie is eventueel in hoogte te verstellen. Dus mocht je erachter komen op het moment dat je op de motor zit dat de broek wat hoger of dat die protectie wat hoger of wat lager moet, dan kun je hem naar eigen inzicht nog wat afstellen. Deze pockets zorgen er ook voor dat je gemakkelijk de protectie erin en eruit kan halen. Dus mocht je de broek gaan wassen, dan is het ook aan te raden de protectie eruit te halen en dat kun je gemakkelijk zelf doen. Ook op de heupen zitten de heupprotectoren, zijn van hetzelfde materiaal, ook van C-Smart. Dus dat is een heel flexibel materiaal. Deze zijn niet voorgevormd, die zijn wat platter, maar ze vallen ook gewoon mooi om de heupen heen. Dus op alle plekken waar je het nodig hebt, ja, heb je die bescherming die in de broek zit. Verder zien we dat de stiknaden ook nog eens driedubbel gestikt zijn. Nou, waarom dit heel belangrijk is, is de broek wordt natuurlijk bij elkaar gehouden dankzij deze stiknaden. Dus juist door die driedubbele manier van stikken, dan weet je zeker dat die naden het niet gaan begeven. Nou, tot slot is deze broek aan de onderkant voorzien van een reflectiestrookje. Deze zit hier op deze plek, dat op het moment dat je de broek oprolt aan de onderkant, de pijpen, dat je dan net even iets meer zichtbaarheid hebt. Dus als buiten wat donkerder is, slechter weer, dan draagt het toch net even iets meer bij aan de veiligheid. Als we gaan kijken naar het comfort van deze broek, zien we allereerst aan de binnenkant ook nog een mesh materiaal zitten. Deze zorgt ervoor dat de broek niet kan gaan plakken. Als het buiten wat warmer wordt, dat eventuele overtollige warmte makkelijk kan worden afgevoerd. Dus dat hij niet vervelend kan gaan zitten. Als we de broek dan weer naar de buitenkant halen en we gaan kijken naar de rest van het comfort. En dan weten we allereerst dat deze broek een regular pasvorm heeft. Nou, wat het wil zeggen is dat deze broek gewoon recht naar beneden valt. Aan de bovenkant moet hij goed aansluiten, maar de pijpen vallen recht naar beneden. Hij is daardoor ook ietsje wijder aan de onderkant, dus je kunt eventueel deze jeans ook gewoon over je laarzen heen dragen. Verder als we gaan kijken naar de broek zelf, dan zien we dat hij aan de buitenkant gewoon ja, een mooie jeanskleur heeft. Dus het draagt ook weer bij dat hij de uitstraling echt heeft van een jeans. Hij heeft eventueel in verschillende kleuren te krijgen, dus je kunt altijd kijken hoe je hem bij je outfit kunt matchen. Ook aan opbergmogelijkheden is gedacht in deze broek. We zien hier aan de voorkant twee wat ruimere zakken en één kleiner zakje zitten. En aan de achterkant is deze broek ook voorzien van twee zakken. Het is het, ja, de typische 5 pockets van de jeans die we herkennen. En je kunt deze zak eventueel gebruiken mocht je van de motor afstappen op plek van bestemming om eventueel wat spulletjes in mee te nemen. Aan de voorkant van de broek kunnen we zien hoe de broek wordt afgesloten. Er zit namelijk
een knoop en daarachter zit een stevige Ikakarits. Dat zijn beide hele duurzame materialen. Dus je weet gewoon zeker dat het lang meegaat, deze broek. Als hij dicht zit, dat hij ook gewoon goed dicht blijft zitten. Nou, tot slot, typerend voor een jeans zijn natuurlijk de jeanslussen. Die lopen helemaal door via de achterkant. Jeanslussen kun je gebruiken om eventueel een riem erin te steken. En je hebt van Revit zelf heb je ook nog de CV-riem. Die beschikt over een koppelritsje die je eventueel ook weer kunt gebruiken om vast te ritsen aan een jas van Revit. Nou, dan heb je echt een jas en een broek op elkaar vast. Maak je echt een setje. Nou, Nikir is 1,88 meter, weegt 94 kilo en draagt van deze broek een maat 32-34. Nou, 32 is dan de omvang, dus de weesmaat, en 34 is de lengtemaat. Nou, hou er bij een jeans altijd rekening mee dat hij in één keer goed zit. Dat als je hem past, dat je echt gewoon direct je eigen maat koopt. Dan weet je zeker dat hij ook goed blijft zitten. Jeans wordt namelijk niet heel veel ruimer. Lengte moet ook in één keer goed zitten. Kun je eventueel testen door op de moot te gaan zitten. En dan moet de onderkant van de broek op je enkels vallen. En die kniestukken, die moeten dan op dat moment je knieën bedekken. Bekijk onze volgende video om te weten te komen welke maat bij jou past. Of kom langs in een van onze winkels. Abonneer je op ons YouTube kanaal en druk op het belicoontje om te weten te komen wanneer wij een nieuwe video online zetten. Wil je meer weten over MKC Moto? Volg ons dan op onze socials. Ik ben Marjolein van MKC Moto. Bedankt voor het kijken.